ben Koen van Mas Events, organisator van onder andere het Winterbierfestival en de smaak van winter en wijn op het Damplein. Ja, ik ben absoluut tevreden over alle evenementen. De opkomst was heel goed, de mensen zijn heel enthousiast. Het is alleen een beetje jammer, Vlooi op de Dam ging niet door vanwege het weer. Maar dat gaan we volgend jaar goed maken, dus dan gaan we dat zeker nog een keer doen. Wat vind je van Winterbierfestival? Ja, heel gezellig, super. Ze hebben goede biertjes. Het is hartstikke gezellig. Leuk om mee te maken. Vorig jaar was ik er ook al. Dat was zo goed bevallen, dus ik denk dit jaar ga ik er weer naartoe. Ik werk aan de overkant bij Biercafé De Vliegende Hollander. Maar dan sta ik toch liever een avondje hier, want de mensen hier zijn geweldig en het is leuk, gezellig. We zijn hier voor de tweede keer. En net als vorig jaar vonden we het heel erg leuk. Dus we hadden zoiets van, we gaan het gewoon nog een keer kijken. Ja, ik stimuleer alleen maar als er iets op het Damplein gebeurt. Het is helemaal fantastisch. Het is gewoon leuk. Je komt met je collega's kom je nog een beetje leuk in aanraking. Weet je wel. Gewoon leuk, gezellig, een beetje ouwen. Als je nu hier staat en je zegt niks en je luistert, dan ben je verkocht. Het is sfeer, het is ademt. Ik krijg hier kippenvel van. Alle mensen die aan het praten zijn over één gemeenschappelijk liefhebbers iets. En dat is over bier. Ja, het is fantastisch. Welk bier wordt hier gebruikt? Bij jou, Kees. Uit Middelburg natuurlijk. Ik schenk Maneblusser Blond uit Mechelen. Wij brouwen bieren die iets te maken hebben met Den Bosch. Dus we hebben een kut biertje meegenomen. Kut, dat klinkt nogal heftig. Maar in Den Bosch is dat een wereldje wat we gebruiken, ook op een positieve manier. Dan hebben we een chocoladebiertje meegenomen. Die is geïnspireerd op de Bosse Bol. En dan hebben we nog Siberië. En Siberië is een wit bier zoals een wit bier bedoeld is. En welke biertjes heb je allemaal al gedronken? Ik heb het dit jaar eerlijk gezegd niet bijgehouden. Vorig jaar heb ik ze wel allemaal opgeschreven. Maar dan was ik aan het einde van het bladje. Ja, je kon het gewoon niet meer lezen. Want het zijn natuurlijk best wel zware biertjes. Dus dan schrijf je niet meer zo duidelijk. Ja, ik zou zeker zeggen de Black Block van, of de Black Block moet ik zeggen, van La Pirata. Die moet je zeker proberen. En de bourbon versie, dat is echt fantastisch bier uit Spanje. En een van mijn favorieten, maar ik zou ook zeker zeggen, heel Devils, fantastisch goed bier. Natuurlijk het kutbier uit Den Bosch komen ze. Ja, fantastische bieren allemaal. Dus ik zou zeker aanraden om eens een keer langs te komen. Middelburg is omgetoverd tot sfeervolle winterstad. Wat vinden jullie daarvan? Ja, leuk, het hoort toch helemaal bij december. Voor mij mag het eigenlijk heel het jaar wel blijven. Ik vind het ook wel gezellig. En Middelburg is natuurlijk een hele mooie stad.